Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is maandag 28 oktober. En sinds een paar dagen kan je luisteren naar de podcast Voor de Eer. De winnaar van de grote podcasting die Nieuwsblad vorig jaar organiseerde. Debbie de Ridder won en brengt in haar podcast het verhaal van Dunja. Wat het verhaal is en hoe Debbie zelf het hele traject beleefde, daarover heb ik het vandaag met haar. We starten ook zo meteen met een fragment. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. Net voordat ik 18 werd, heeft mijn papa een jongen gekozen voor mij om te trouwen. Die jij niet kent? Die ik niet kende. Okay. Nooit gezien, nooit gehoord, niks. Ik was zelf verlof. Ik kan in één avond veel dingen gebeuren. Hè? Daarom was ik zoveel bang. Heeft mij veel geslaan en echt niet normaal. Dus daarom dacht ik, dat kan hij ook doen. Voor de eer kan hij alles doen. Dag Debbie. Dag Nathalie. Je hebt op behoorlijk wat plaatsen gezeten de voorbije 2 jaar. Ja, en dat allemaal voor die podcast die je eigenlijk hebt gewonnen. Ja, klopt. Vorig jaar in november de grote podcasting van Nieuwsblad gewonnen. Proficiat nog eens, hè? Dank je wel. Ja. Met een podcast die ik eigenlijk had gemaakt als eindwerk. Ja. Enfin, de eerste aflevering alleszins, ja. Of het idee. Want wat studeerde je? Ik studeerde in het deeltijds kunstonderwijs radiomaker. Oké. Ja. Ondertussen een uit de hand gelopen hobby, ja. Kan je wel zeggen. Enfin, toch na dit avontuur. Maar ja, ik heb altijd interesse gehad in podcasts en in podcasting al van heel vroeg. Omdat ik nam vroeger de trein naar Brussel en daar was zo weinig plaats op dat ik zelfs geen boek kon lezen. Dus ik dacht, wat kan ik dan doen? En toen, ja, toen was podcasting, of allee, er naar luisteren zelfs, nog heel niche. Mm-hmm. Met de tijd is mijn interesse niet alleen gekomen in het beluisteren, maar ik wilde dat zelf ook wel eens proberen maken. Ja. En toen ben ik naar het deeltijds kunstonderwijs in Mechelen gegaan, ja. Waar ze die richting aanboden. En uiteindelijk heb ik daar 5 jaar radiomaker gestudeerd. Ja. Maar die radiomaker die maakt ondertussen al lang liever podcasts. Ja, klopt. Ja. Ik kan je geen ongelijk geven wat dat betreft. Dan heb je dus de grote podcasting gewonnen met, ja, Voor de Eer. Ja. Misschien even schetsen waar dat dan over gaat. Ja. Voor de Eer is eigenlijk een beetje een levensverhaal, mm-hmm, van Dunja. En Dunja is een jong Afghaans meisje, mm-hmm, die met haar familie in België terecht is gekomen als vluchteling toen zij 15 was. Ja. Ondertussen is ze 25, mm-hmm, net geworden eigenlijk, en is ze dus 10 jaar in België. En zij leefden in Afghanistan, zoals heel veel jonge meisjes helaas nu, en vrouwen, nu in Afghanistan leven. En dat is onder het juk van de Taliban. Mm-hmm. Waardoor zij bijvoorbeeld niet naar school mocht. Ja. Haar familie had haar wel ingeschreven, maar ook de druk van de grotere familie. Dus het gezin was er oké mee, maar de druk van de grote familie en ook de angst voor Taliban, mm-hmm, zorgde ervoor dat zij dus eigenlijk nooit naar school is kunnen gaan. Want familie, dat is daar een veel groter begrip dan het voor ons vaak is, hè? Dat is zo. Ik denk dat bij ons is familie ook heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? Maar daar is het alles. Enfin, zoals ik het begrepen heb, want ik ben natuurlijk geen specialist ter zaken, hè, maar wat zij mij verteld heeft, is bij ons staat, of in onze maatschappij staat het individu centraal, mm-hmm, en bij hen is dat helemaal anders. Daar is de groep belangrijk. Mm-hmm. Maar bij groep hoort natuurlijk ook groepsdruk, en dat is wat het voor heel veel mensen daar, voor heel veel vrouwen in het bijzonder, heel moeilijk maakt. Mm. Want die groepsdruk, dat gaat ook over tradities. En een van die tradities is uithuwelijking. Mm-hmm. En daar kreeg Dunja, ook al was ze nog heel jong in Afghanistan, ook al mee te maken. Maar toen zij dan naar België kwam, hoopte zij dat die traditie van de uithuwelijking, dat die zou achtergebleven zijn in Afghanistan. En helaas was dat niet het geval. Mm. En toen zij 18 werd, had haar papa toch een man voor haar uitgekozen. Een Afghaanse man, waarmee zij zou moeten trouwen. En dat wilde ze absoluut niet. Dunja is een hele
sterke, koppige zelfs, jonge vrouw die heel goed wist wat ze wilde en vooral wat ze niet wilde. Mm-hmm. En daarom ook een idee had over hoe haar leven zou moeten lopen. En zeker toen zij hier dan in België kwam, had zij het idee van oké, ik ga hier zelf kunnen beslissen wat ik met mijn leven doe. Iedereen gaat hier naar school, ik mag ook naar school gaan. Ik ga kunnen verder studeren. Maar ja, dus haar familie had daar een ander idee over. Dan mochten wij wel inschrijven voor school. Dat moet hier, hè, in België. Dus hier kon jij niks zeggen. Schat. Mijn papa zei, ja, hier mogen meisjes geen hoofddoek dragen op school. Maar ze dacht verkeerd. Dan school naar daar, juist voor de school, hoofddoek weg en naar school. Als buitenschool, juist buitenschool terug. Hoe is dat? Ik was eigenlijk boeien. Ik zag andere meisjes, kom gewoon en ik moest altijd... ik schaamte mij gelijk. Het werd niet beter. Dan was de situatie van thuis nog erger. Toen begon de miserie pas echt. Dus ze kwam met haar gezin naar België en dacht, nu gaat het anders zijn. Maar dat draaide helaas voor haar niet zo uit. Nee, helaas voor haar draaide dat helemaal anders uit. Zij ging hier dus naar school, de middelbare school. En zij wilde heel graag verder studeren, dus dat was ook haar plan. Tot haar vader aankondigde, als hij 18 werd, dat hij voor haar een man had gekozen. Een Afghaanse man. Die ze niet kende. Die uit Afghanistan naar België zou komen om met haar te trouwen. Maar zoals u wel kan denken, zag zij dat niet zitten. Daar zit ze dan, gevangen, in haar eigen huis. Ze weet dat er ooit, binnen dit en twee jaar, een onbekende Afghaanse jongen naar België komt, met wie ze moet trouwen. Maar dat wil Dunja niet. En dan neemt ze een hele moeilijke beslissing. Ze besluit om op een doodgewone woensdagmiddag na school niet meer naar huis terug te keren en te vluchten. Want ik wist, die dag, vandaag ben ik weg naar school, ik kom niet meer naar huis. Maar ik wist niet, ga lukken of niet. Nee. Ik wist wel, wat als gebeurt, ik ga toch niet naar huis gaan. Nee. We hoorden net een fragment, Debbie, uit de podcast, uit aflevering 2, voor mensen die willen gaan luisteren. Dus ze is op een dag gewoon niet meer naar huis gegaan. Ja, klopt. Op een heel gewone woensdagmiddag, ze zat toen nog in de middelbare school, is ze niet meer naar huis teruggekeerd. De school was op de hoogte van de situatie thuis. Mm-hmm. En heeft daar in contact gebracht met het CAW, Centrum mm-hmm. voor Algemeen Welzijn. En daar was iemand op school om haar op te vangen die dag. Omdat ze dus wist dat ze die dag ging weglopen van huis. En die persoon heeft haar dan naar een opvangplek gebracht. En van daaruit is ze eigenlijk van de ene naar de andere opvangplek gegaan. Ze heeft dat gelukkig niet alleen moeten doen. En dat hoor je ook in aflevering 2. Ja, dat er wel degelijk mensen waren die haar hielpen, maar haar familie wist lang van niks. Nee, die wist heel lang van niks. Die wist niet waar zij op dat moment verbleef. En dat wilde zij ook angstvallig zo houden. Uit vrees dat ze haar zouden komen terughalen. Dat ze haar met alle gevolgen van dien. Voilà. Inderdaad. Want zoals je ook hoort in de podcast, eremoord is niet ongebruikelijk. Dat gebeurt vandaag nog in Afghanistan, maar helaas ook bij ons hier. Ik heb echt geen kindertijd gehad. Van mijn 7 jaar dat ik herinner, altijd helpen met koken, huishoudelijke taken, alles. Ja. Meestal was het gewoon triestig, wenen. En zo, omdat ik gelijk een soort mishandeld hoorde. Allee, als ik iets niet deed of ik was te moe, ik moest dat doen en anders beginnen ze mij te slaan. Dus ik was één enige meisje daar en ik kon thuis ook niet spelen. Want die jongens zouden samen spelen met auto's, soort dingen. Vandaar, ik was altijd zo eenzaam. Hier hoorden we net Dunja in de podcast. Voor alle duidelijkheid, Debbie, we spreken over haar familie, haar gezin in de podcast. Ik spreek trouwens in we, omdat ik het genoegen had om in jouw traject te mogen meelopen als producer. Maar Dunja is niet haar echte naam, hè? Dunja is niet haar echte naam, klopt. Hebben we in het begin van de podcast zo beslist om
ja, haar Dunja te noemen. We hoorden trouwens net een fragment van hoe zij als kind opgroeide, geen echte kindertijd heeft gehad. Het is iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, maar die anonimiteit was bij haar echt van levensbelang. Klopt, ja. Zij wilde angstvallig haar identiteit geheim houden. Niet zozeer voor andere mensen, maar wel voor de Afghaanse gemeenschap en dan in het bijzonder ook voor haar familie. Mm-hmm. Ze wilde zeker niet gevonden worden. Ja, klopt. En dat is nog altijd zo, want we hebben bijvoorbeeld geen herkenbare foto's van haar gemaakt. Wel heel mooie foto's met dank aan Lieve Blankaert. Ja, klopt. Nee, dat is nog altijd zo. In het laatste gesprek dat wij hadden, of in een recent gesprek, heeft ze wel gezegd van dat ze heel graag met de podcast en met alles wat daar nu rond gebeurt, dat ze daar heel graag iets mee zou doen. Mm-hmm. Ze wil heel graag dat de podcast iets betekent voor mensen in dezelfde situatie. Ja. Niet per se alleen over uithuwelijking, maar mensen die vinden van zichzelf dat ze in een uitzichtloze situatie zitten en heel veel schrik hebben dat ze daar niet meer uit geraken. Daar wil ze graag iets mee doen. Dus ze zegt, ik ben ooit wel bereid om die anonimiteit op te geven, maar nu nog niet. We zijn nu stilletjes aan eind 2024. Je hebt de grote podcasting vorig jaar gewonnen. Toen was er al één aflevering klaar. Ja. Nu is de reeks er, vier afleveringen in totaal. Ik denk dat veel mensen gaan denken, moet dat een jaar duren? Eigenlijk 2,5 jaar, hè? Ja, het hele proces. Ja, het hele proces heeft 2,5 jaar geduurd. Ik denk dat dat net de rijkdom van de podcast is, dat we onze tijd ervoor genomen hebben, omdat het verhaal zo geëvolueerd is in die 2,5 jaar. Ik ga natuurlijk niet te veel verklappen. Ja. Dat mocht ook niet van jou, Nathalie. Maar er is een proces of een dispuut of het is eigenlijk erger dan een dispuut, hè, dit. Mm-hmm. Een breuk in een gezin, dat is iets heel complex. En dat heeft heel vaak tijd nodig. Mm-hmm. Tijd zodat alle betrokken partijen kunnen nadenken over hun eigen positie in het hele verhaal, maar ook de ruimte vinden om na te denken over hoe staat de ander daarin. Mm-hmm. En dat is een proces dat tijd nodig heeft. Ja. Het was een complex proces ook, waarbij afspraken werden gemaakt die vaak weer werden afgezegd. En dat lag dan niet aan, ik moet ineens snel naar een tandarts of zo. Dat ging allemaal veel dieper, hè? Mm-hmm. Ja, klopt. De angst heeft heel veel meegespeeld, hè? Mm-hmm. Van alle partijen, denk ik, die hebben deelgenomen. Misverstanden ook vaak. Mm-hmm. Een diep gewortelde angst, denk ik, voor de situatie waar de mensen die we zullen horen, waar ze op dat moment in zaten. Mm. En angst is vaak irrationeel, maar het is er wel. Ja, en komt ook van heel ver en hebben ze meegebracht. Ook uit Afghanistan, hun verleden hebben ze natuurlijk mee. Ja, klopt. Ja. Want het is ook geen sprookje. Het is niet het Afghaanse gezin dat naar België komt en hier van nul kan beginnen en alle problemen in een vingerknip opgelost ziet. Mm. Het is niet dat nooit dit een happy ending heeft in zich. Nee. Ik denk dat het daar ook nog te vroeg voor is, voor een happy ending. Mm. Het is 2,5 jaar geleden en ondertussen bijna 10 jaar geleden dat Dunja met haar gezin hier is komen wonen. Maar een integratie, alhoewel dat zij dat fantastisch doet, vind ik zelf. Mm. Ik heb heel veel bewondering voor haar. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Mm. Hè? Want je ziet die beelden elke dag op televisie van mensen die vluchten voor oorlog, voor geweld in hun thuisland. Maar kan je dat voorstellen? Dat je alles moet achterlaten? Mm. Ik heb daar heel vaak over nagedacht. Daar heerst zoveel negativiteit rond en polarisatie. Maar niemand laat zijn land achter voor niks, toch? Mm-hmm. Dus dat heeft mij wel de ogen geopend, al die verhalen. En als maker kwam je terug met... heb jij het geteld hoeveel uren aan interviews je vrolijk de redactie hebt laten binnendwarrelen? Ik weet dat het eerste interview dat ik met Dunja heb gehad 7 uur lang was. Mm-hmm. Hebben ze jou daar niks over geleerd in de opleiding? Doorvragen hebben ze mij geleerd. Ah, ja. Ja. Okay. Dus dat is een werkpuntje, Nathalie, dat weet ik. Ja. Maar ik weet het niet in totaal. Toch wel, ik weet niet, een 50 uur opnames of zo, denk ik. Maar het is inderdaad mooi dat je dan je tijd wel hebt genomen. Ja.
met al het materiaal dat niet gebruikt is, denk ik dat we nog twee reeks kunnen maken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Een verhaal over ondanks alles toch nog hoop hebben en doorzetten. En over veel miserie. Miserie die niet voor niks mag geweest zijn. En tegelijkertijd heb ik dat ook voor u, Debbieke. Jij waart ook een heel krachtig jong meisje dat toch ook een hele zware rugzak had. En ja, daarom moest ik ook wel aan u denken, omdat jij dat zeker zult begrijpen. We horen net een fragment, Debbie, dat zo bij het luisteren aan de podcast zelf een beetje blijft hangen. Er wordt geen antwoord gegeven op die vraag van er zit een persoonlijk verhaal van jou achter in de bodem van deze podcast, in de reden waarom je het verhaal wou brengen. Nee. Kan je daar iets over delen? Ja. Dus eigenlijk het verhaal van Dunja is bij mij terechtgekomen via een van mijn beste vriendinnen, Eva, die je ook hoort in de podcast. Zij werkt in de geestelijke gezondheidszorg. En Dunja was een van haar cliënten. Natuurlijk wordt er over cliënten nooit met naam en toenaam iets gezegd. En zeker niet tegen vriendinnen. Dus met toestemming van Dunja heeft Eva mij het verhaal van Dunja verteld. En heeft ze gezegd, Dunja wil een boek schrijven. Okay. Met haar verhaal. En Eva vroeg aan mij, kan jij daarbij helpen? Maar ja, ik ben geen schrijver. Dus ik zei, ja, maar ik ben wel bezig met een opleiding podcasting. Misschien kunnen we een eerste aflevering maken. Ja. En met die podcast dan naar uitgeverijen gaan. Ja. En, of naar een wedstrijd van Nieuwsblad. Of naar een wedstrijd van Nieuwsblad, ja, klopt. Maar het verhaal sprak mij heel erg aan en Eva ook, omdat wij eigenlijk een beetje eenzelfde situatie hebben doorgemaakt als jonge tieners. Dus wij zijn allebei heel vroeg onze mama verloren. En wij hebben heel vroeg allebei gevoeld hoe veel deugd het kan doen dat er een netwerk rond jou is. Zeker natuurlijk als tiener. Hier loopt het verhaal van Dunja en van mij en Eva een beetje gelijk. Omdat Dunja ook nog heel jong was toen ze er alleen voor stond. En zij heeft ook, dat hoor je ook in de podcast, een hele goede omkadering gehad. En wij hebben dat allebei ook zo ervaren. En daarom sprak dat verhaal ons zo aan natuurlijk. Omdat ons dat van ver deed denken aan onze eigen situatie. Natuurlijk is Dunja opgegroeid in een hele andere situatie, in een heel ander land. Maar de core van het verhaal, of de basis van het verhaal, is wel er op heel jonge leeftijd alleen voor staan. En dan merken dat er heel veel mensen zijn die je daarbij ondersteunen. The village. The village, ja. Ja, klopt. En hoe is het nu met jou? Ik ben een beetje moe. Maar nee, ik ben heel blij. Ik ben super blij dat ik die kans heb gekregen om dat verhaal af te maken. Omdat ik dat zelf heel leuk vond om te maken. Enfin, leuk is misschien een raar woord als je het onderwerp van een podcast weet. Ja. Maar heel boeiend. Maar natuurlijk en vooral omdat dat voor Dunja zoveel gaat kunnen betekenen. Dat die hele reeks is afgewerkt. Dat zij daar, als ze er klaar voor is, iets mee zal kunnen doen onder haar eigen naam. Ja. Ze wil heel graag daarmee langs scholen gaan. Okay. Om die mensen te inspireren. Mm-hmm. En ja, wie weet ooit dat boek, hè? Ja. Ja, ja. Ja, en hoe gaat het nu met haar? Wisselend, denk ik. Er zijn nog heel wat zaken die nog moeten opgelost worden. Met haarzelf, met haar omgeving, met de situatie waar zij momenteel in zit. Dat hoor je ook een beetje in de laatste aflevering. Het is zeker niet allemaal roze geur en maneschijn. Zeker niet. Maar ik weet dat het is zo'n straffe madame. Ze gaat er zeker komen. Daar ben ik echt zeker van. Ja, ik ook. Ja, we hadden het al over de anonimiteit. Die geldt ook nog steeds op het podcastfestival in Oostende. In de Grote Post, zaterdagochtend om 11:30, gaan we een uurtje panelen eigenlijk. Ik mag jou daar dan weer een aantal vragen stellen.
maar niet aan jou alleen. Nee. Dunja zelf is daar ook niet bij, omwille van dezelfde anonimiteit waar we het daarnet over hadden, maar wel andere mensen. Hè? Er komen andere mensen, ja. In de eerste aflevering hoor je Lieve Blankaert. En zij zal ook aanwezig zijn op het podcastfestival om een beetje duiding te geven bij de situatie van de Afghaanse vrouw eigenlijk. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook Eva die zal komen mee vertellen. Daarnaast komt ook Chris. Chris is psycholoog en werkzaam in de transculturele zorg. En hij brengt ook iemand heel bijzonder mee, Abdul, een collega van hem. En Abdul is cultuursensitieve ondersteuner voor Stad Leuven. Okay. En hij is zelf ook Afghaan. Okay. Dus we gaan, of jij in ieder geval, gaat hem vragen kunnen stellen die ook met de situatie te maken hebben. En dat vinden we, denk ik, allebei wel heel belangrijk dat gebeurt. Absoluut, dat er over gesproken mag worden en dat er heel veel mensen naartoe komen naar de grote post zaterdag 9 november. Debbie, jij hebt samen met Dunja de hele reeks beluisterd. Ze had het toen nog niet gehoord. Nee, klopt. Dat lijkt mij ook bijzonder. Ja, Eva en ik vonden het allebei wel heel belangrijk dat we alles op voorhand konden doorluisteren met Dunja, zodat we er voor haar waren. We hebben zelf ook al geluisterd en sommige stukken komen erg hard binnen. Vooral voor haar natuurlijk. Ze heeft natuurlijk al een beetje een proces doorlopen, die 2,5 jaar. Maar toch, het was wel heavy. Ja, en ze is zich uiteraard ook bewust van het feit dat mensen ernaar gaan luisteren. Ja, sowieso. En dat dat voor haar ook wel dingen zal kunnen veranderen. Eens ze besluit om out in the open erover te vertellen. Ja. Maar daar is ze nog niet klaar voor. Ja. Maar eerst maar eens mensen laten luisteren naar Voor de Eer. En het was mij en ons een eer om met jou samen te werken. Dank je wel, Natar. Dank je wel. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.